Pokémon Go Hidden Gems. Het seizoen van de Rising Heroes is voorbij en een nieuw seizoen in Pokémon Go is begonnen met dus de titel Hidden Gems. Verborgen kristallen, verborgen schatten, alles in de naam wijst erop dat Pokémon Go bezig is met terugkomen, dat het in elk geval hun doel is om terug te komen. En daar gaan ze heel erg hun best voor doen met nieuwe features, nieuwe Pokémon, seasonal highlights en seasonal rotations. En dat is ook allemaal in de video van vandaag. Hallo allemaal, super hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Koen, waar we dus dieper ingaan op het aankomende Pokémon Go seizoen. Eigenlijk zelfs al op het seizoen dat is begonnen, het season van Hidden Gems. En de nieuwe features in dit seizoen beginnen met twee nieuwe Pokémon die gaan verschijnen. En één van die twee Pokémon heeft sowieso een evolutie, dus we hebben het minstens over 3 nieuwe Pokémon. Als eerste Sandygast en Palossand. Deze twee Pokémon, waarvan de een de evolutie is van de ander, zijn Ghost en Ground en gaan hun debuut maken tijdens de Water Week. En daarnaast hebben we ook nog Carbink. Pokémon Go zegt zelf over Carbink. Carbink, de juweel Pokémon, zal ook zijn Pokémon Go debuut maken gedurende Hidden Gems. Maar waar Carbink eerst zal verschijnen en welke andere Pokémon nog naar Pokémon Go komen dit seizoen, dat moet je zelf gaan ervaren gedurende het seizoen. Dus dit houden ze nog enigszins vaag. Maar we weten in elk geval dat ze al sowieso gaan komen. En dat is niet het enige. Er komen ook nieuwe Shadow Pokémon en ook nieuwe Shiny Shadow Pokémon naar Pokémon Go dit nieuwe seizoen. Want de Shadow Raids komen ook terug. Voor de mensen die bang waren na het artikel van NWTV dat de Raids helemaal uit Pokémon Go waren, klopt voor dit moment. Maar daar gaat verandering in komen. Want er komen Shadow Raids naar Pokémon Go samen met dus Hidden Gems vanaf maandag 5 juni, 10 uur 's ochtends, lokale tijd. Net zoals bij de Shadow Mewtwo Raid zullen 1 en 3 ster raids de hele week beschikbaar zijn. En in het weekend, dus op zaterdag en zondag, komen er 5 ster raids met dus een Shadow Legendary erin. De eerste Shadow Legendary die we na Mewtwo krijgen is Shadow Articuno. Deze legendarische Ice- en Flying-type Pokémon zal bovendien ook Shiny te krijgen zijn. En dat is de eerste keer ooit dat je Shiny Shadow Articuno kunt vangen. En dan is er dus nog iets nieuws, namelijk Hidden Gems die dit seizoen hun debuut maken. Pokémon Go zegt daarover: ontdek de verborgen mysteries van deze verborgen kristallen. We gaan ons focussen op nieuwe Pokémon Go features gedurende het seizoen Hidden Gems. Kom hier regelmatig terug gedurende het seizoen om te zien welke schatten er zijn om te unlocken. En als eerste zijn dat dus Shadow Raids. Team Go Rocket heeft een nieuwe scheme om gyms over te nemen met hordes Shadow Pokémon. En die kunnen wij dus uitdagen in de Shadow Raids. En dat is dus niet het enige, want er zijn nog 4 announcements die Pokémon Go wil doen. Op hun website zie je 1, 2, 3, 4 kistjes die nog leeg zijn en die dus nog geopend gaan worden met daarin een schat aan nieuwe informatie. En dit is een hele slechte woordgrap die misschien wel een duimpje omhoog waard is. Helpt de video sowieso enorm. En wil je dit natuurlijk niet missen, abonneer je dan ook op het kanaal en druk op notificaties, zodat je elke video over de nieuwe features in Pokémon Go direct op je telefoon krijgt. De seasonal highlights van het Hidden Gems seizoen zijn onder andere de Community Days. We krijgen namelijk Community Days op 10 juni, 9 juli, 30 juli, daar zit dus 1 Pokémon Go Community Day Classic bij, en 13 augustus. Ook zijn er weer stickers die je kunt verdienen gedurende dit seizoen en die zijn ook weer uniek met onder andere Squirtle en Blastoise, wat enigszins het vermoeden van een Community Day Classic met Squirtle in de hoofdrol doet vermoeden. Butterfree, Ledian. En dan hebben we ook Clamperl en Sauspuck. Daar moest ik even over nadenken, die we hier zien. En er zijn meerdere events aangekondigd. Er is de All Golden in de upcoming Search for Gold Research. Oftewel, het is allemaal goed in dit seizoen. We hebben de Go Battle League Hidden Gems update. Er gaan een heleboel aanvallen over de kop. Er komen nieuwe aanvallen bij. Andere Pokémon kennen andere aanvallen. De totale Pokémon Go PvP meta ligt op zijn kop. En dan hebben we dus het Waterfestival, waar we de eerste twee
nieuwe Pokémon gaan zien verschijnen. Wat raids betreft krijgen we van 1 tot en met 15 juni in 5-ster raids de Lake Trio Pokémon terug. Dat betekent Uxie, Mesprit en Azelf in 5-ster raids. En Mega Swampert gaat verschijnen als de Mega Pokémon. Ook van 10 tot 15 juni. Van 15 juni tot en met 29 juni krijgen we Nahilego in 5-ster raids en Mega Sceptile in de Mega Raids. En daarna, dat is van 30 juni tot en met 6 juli, is Heatran de 5-ster raid boss en komt er een nog onbekende Mega Raid boss naar Pokémon Go. En een nieuw seizoen betekent natuurlijk ook een nieuwe beloning voor de Seasonal Research Breakthrough. Dit keer helaas nog steeds geen legendarische Pokémon, maar wel een kans op een shiny in de vorm van een shiny Sableye, Beldum, Audino, Furfru, Goomy of Noibat. Waarbij Goomy natuurlijk weer niet shiny kan zijn, maar de rest wel. Dus wie weet pak je nog een shiny mee uit de Research Breakthrough. En ook in het wild verschijnen natuurlijk weer andere Pokémon. Afhankelijk van waar in de wereld je bent en in wat voor gebied je bent, kun je de volgende Pokémon gaan verwachten gedurende dit seizoen. In steden wordt het Alolan Meowth, Kadabra, Magneton, Koffing, Apom, Galarian Zigzagoon, Patrat en meer. En in bosachtig gebied zul je Paris, Exeggutor, Scyther, Cacnea, Swaddle, Phantump en meer tegenkomen. In heuvelachtig gebied Onyx, Dunsparce, Loudred, Boldore, Ferroseed, Stunfisk, Helioptile en meer. En in stranden en op wateren gebied Galarian Slowpoke, Shellder, Staryu, Pelipper, Alomomola, Binnacle, Bruxish en meer. En dan hebben we ook nog op het noordelijk halfrond, speciaal bij ons dus, Paris, Alolan Exeggutor, Dratini, Treecko, Torchic, Mudkip en meer. Ook de eggpool is natuurlijk over de kop gegaan, dus voor de mensen die graag 2 kilometer of andere eieren willen hatchen, dit is wat je eruit kunt krijgen. 2 kilometer eieren Staryu, Cleffa, Igglybuff, Magpie, Azurill en meer. 5 kilometer eieren Omanyte, Kabuto, Shuckle, Sableye, Roggenrola, Marini en meer. Uit de gift eieren de 7 kilometer eieren alle Hisuian Pokémon. 10 kilometer eieren Mawile, Bagon, Emolga, Dino en meer. En voor de 5 kilometer eieren die je krijgt omdat je gelopen hebt, Cranido, Shieldon, Mantyke, Stunfisk en meer. En voor de 10 kilometer loopeieren Riolu, Galarian Yamask, Goomy, Rockruff en meer. En een seizoen is natuurlijk geen seizoen zonder extra bonussen. En gedurende dit seizoen zul je niet 1, maar 2 special trades per dag kunnen doen. Krijg je een extra candy als je Pokémon ruilt. En hebben trainers van level 31 en hoger een gegarandeerde Candy XL op het moment dat zij Pokémon ruilen. En met Candy XL kun je je Pokémon nog verder boosten tot op het level 50. Dus dat is zeer zeker de moeite waard. En dat is de inhoud van het aankomende seizoen in Pokémon Go. Wat is nou jouw favoriete onderdeel van dit aankomende seizoen? Heb je ergens heel veel zin in? Of had je juist iets heel graag nog gezien? Drop het onder in de comments. Ik ben daar ook. En ik hoor jou heel graag daar. En ik zie jullie natuurlijk weer super graag in de volgende video. Houdoe, toppers.